Hallo mensen, welkom bij deze eerste video. Weer sinds 2 weken. En het is eigenlijk gewoon meteen een update video. Want ik neem het nu in de avond op. Dat komt waarschijnlijk de ochtend dat jullie het kijken komt online. Maar er is een paar uur geleden is de eerste snapshot van 1.15 gekomen. Eindelijk. En jullie zijn even heel erg benieuwd wat er is gekomen. Het is niet heel veel. Het is eigenlijk gewoon meteen een nieuwe mop. Is het eigenlijk dat wel? We gaan het om de bij. Ik heb een paar spulletjes in mijn inventory, zoals ze zitten. De bij. Wat doet het allemaal? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Het verzamelt honing. Zoals jullie zien, ik heb hier een honingbottel. De honing dus. Ik kan met de glasbottel, als het eenmaal hier gegroeid is, dat is dus nog niet, het heeft 5 stages. Dus aan de achterkant, die verzamelen dus al honing bij de bloemen in de buurt. Dan vliegen ze terug en dan doen ze de honing, doen ze erin. En als ze dat dan 5 keer doen, gaat het omhoog. En het begint net te regenen. Nou, nu het regen weg is, dan is dit. Nou, dus ik weet niet wat ze nu een beetje aan het doen zijn. Ik maak hem straks kapot. Ga ik nu nog doen, maar dan worden ze boos. Maar dat heb je dus. Dus als je deze een 5 hebt, dan kan je recht en muis op dit doen. En dan krijg je honingbottel. Ik zal zo laten zien via een beetje een cheap manier hoe je dan honingbottels makkelijk even kan krijgen. Maar dat kan je dus maar krijgen daaraan. Dus je kan er een honingbottel dan van krijgen. Als je dat drinkt. Ga even slash game mode survival. En dan moet ik heel even 3 etensbar of 4 etensbar wegkrijgen. En dan ben ik zo terug mensen. Oké, ik ben een beetje van mijn eten verloren. Moet niet maar cake kijken, want ik viel dood. Bijna. Maar dus als ik zo'n honingbottel ga eten, er moet een soort van effect gebeuren. Dat werkt nog niet helemaal. Maar goed, dus als je deze drinkt, komen er 3 etensbar dingen erbij. Dus het is best wel een goed etensrecept ding. Of ik weet niet hoe je het helemaal moet noemen. Maar we hebben nu dus glasbottel. Ik zal zo even kijken als ze dat ding hebben volgedaan. Dan komen we kunnen hem straks gaan popmaken. Dan kan er 1, 2 of 3 bij uitkomen. Maar oké. Dus dan heb je honing. Als je deze kapot maakt, ik hoop niet dat ze boos worden. Oh. Nou, het werkt dus nog niet helemaal, maar het moet dus als je deze kapot maakt, heb je dus kans op een honingkomp om te krijgen. Met die honingkomp, dat hebben we net al hier gezien, kan je een beehive maken. Dus dat is eigenlijk gewoon, het is hetzelfde als de bee nest, alleen hier kan je ze dus zelf op mijn eigen plek neerzetten. Hoe je dat maakt, is met 3 hout boven, 3 hout onder en dan 3 van die beehive in de midden. Ik kan het laten zien. Zo, en dan planks aan de bovenkant. En dan krijg je de beehive. Zo. Het is totaal niet lastig, want het is best wat je zag. Een beetje zo, kijk, zie je, daar zitten die 3. Oké, dan hebben we dus dat net besproken. Nou, je kan ze natuurlijk ook gewoon inspannen zo. En je kan ze ook paren en dat kan volgens mij met bloemen, maar we doen het nu even zo makkelijk. En dan komen er ook kleine uit en die gooien natuurlijk in de toekomst worden die weer groter. Deze hebben we ook al gedaan. Dan zal ik even laten zien hoe je heel makkelijk heel veel van die bee nest kan doen. Nou, je pakt een dispenser. Het is best wel heel makkelijk. Dispenser zet je zo neer. Dan pak je een button. Zo. Dan doen we even een hele stack glass bottles erin. En het enige wat je hoeft te doen is op de button te drukken. En je krijgt er gewoon een honingbottel uit. Het is natuurlijk random dat het komt. Want natuurlijk, het kan er in één keer uitvliegen. Kijk of ik kan laten zien. Kijk, nu is het uitgevlogen. En nu weer zie je. Dus het is een beetje random. Nu zit er nog steeds maar 1 in. Maar er zijn wel bottles uit. Dus dat zijn die bottles. Dus nu, als je deze in deze versie zo gaat spelen met dat. Krijg ik een infinite eten source, maar ik kom alleen maar op die button te drukken. En natuurlijk met een redstone circuit gaan maken, kan je dat heel makkelijk doen. Er is nog 1 dingetje. Dat is niet de regen. Nou, wat ik dus wou zeggen, voordat de regen begon, er is nog 1 dingetje wat in deze update ook nieuw is. Het kan zijn dat ik natuurlijk nog iets bij. Oh ja, ik ging dat ding als dat eerst. Ik ging eerst dat ding slopen. Survival. Dus als ik deze ga slopen, dan worden ze boos. En wat ze dan doen, dan komen ze aanvallen. En dan krijg je een poison effect van 17 seconden. Ze doen best wel veel pijn, maar als ze je steken, gaan ze natuurlijk gaan ze altijd dood. Nou, deze gaan ook, kijk. Even kijken of dat misschien kan laten zien. Kijk, slash game mode, creator voor ik dood ga. Oké. Kijk, is er eentje de achterkant van de verloren? Oh, kijk, er ging eentje dood. Ik hoorde hem dood gaan. Oh, even kijken. In ieder geval,
Ik kan misschien natuurlijk niet meteen laten zien. Maar als ze... Kijk, oh, daar ging hij dood. Die heeft mij dus gestoken. En dus na enkele seconden, minuten gaan ze gewoon dood. Dus dat is natuurlijk best wel vet. Dan hebben we het laatste dingetje nog, wat in deze update is gekomen. We kunnen automatische brewing farms helemaal automatisch maken nu. Vroeger zat je altijd met de bottles. En de bottles moest je altijd gewoon handmatig moest je vullen. Maar als je dus nu gewoon water doet. Je pakt de dispenser. Je doet wel goed plaatsen timen. Je doet hier water in. Je doet er weer een stack bottles in. Je pakt de button. En je doet die erop. En je drukt de button in. Dan komt er gewoon water in. En als je dan weer zoveel automatisch maakt, kan je dan weer zorgen dat dat weer gedropt wordt. En allemaal dat soort redstone dingen. Het is allemaal best wel heel vet. Ik denk dat ik al... Hallo? Oh, die kan natuurlijk hier uit. Die zijn hier ingegaan. Er kunnen er maximaal 3 in zitten. Ik weet niet of ik dat kan laten zien als ik eentje zal inspannen. Die BB-nesten, die ik natuurlijk net heb weggehakt, die kunnen in de Taiga biome spannen en in de Flower Forest biome. En ze spannen dan met z'n 3 erin. Ik denk dat ik alles wel heb verteld. Ja, dus mensen, bedankt voor het kijken. Vinden jullie deze video echt dope? Doe dan alsjeblieft een duimpje omhoog en abonneer op de knop hieronder. Doe ook meteen een belletje aan natuurlijk, om als je geen video wil missen. Dit was de eerste 1.15 snapshot update. Ik ben benieuwd wat er in de toekomst zal komen. Dus mensen, tot de volgende keer. Laters! We got London on the track.